What's good, y'all? It's the Duma Shirts React, and we're back with another video. Who we got today, C? Today, we're back with another American reaction. So excited about this video. If you're new to us, and we're new to you, make sure you scroll down. Hit that subscribe button. And turn on the post notification bell. Because we're on the road to 200K. And we cannot get there without you guys, all right? Join the family without further ado. Let's get into the video. Let's get it. A lot of people who come first time from the abroad, they feel there's no hierarchy, and that for them is a big cultural shock. Helemaal mee eens. Dus hiërarchische vormen en structuren die zijn hier veel minder duidelijk aanwezig dan in andere landen. Dat blijkt al bij vergaderingen op de universiteit. Een universitair docent heeft vaak evenveel te zeggen als een hoogleraar in een vergadering. En dat is in Duitsland, in Frankrijk, andere landen beslist anders. Die anti-hiërarchie in Nederland die gaat heel ver en die is ook al heel oud. We zijn gelijk. Hiërarchie is iets waarbij wat toch een beetje een slechte, wat iets slechts is. Want uiteindelijk wil je toch met een compromis of er samen uitkomen. De termen als ik hoor wat je zegt, ik ga erover nadenken, ik kom er bij je op terug. Zij en zij komen wel tot een oplossing. Wij verzetten ons tegen mensen die menen ons dingen te kunnen opleggen. Ja, daar ben ik het ook niet mee eens hoor. Er is altijd wel een zekere hiërarchie. Ja, hiërarchie, dat is een heel interessant fenomeen in Nederland. Want wat zij zeggen, dat klopt. Aanvankelijk denk je, er is helemaal geen hiërarchie. Maar dat is helemaal niet waar. Er is wel degelijk een hiërarchie. En als je goed oplet, dan weet je dat die er is. Maar hij is er op een hele andere manier dan in het buitenland. Inderdaad, veel buitenlanders die komen hier en die voelen in eerste instantie dat er geen hiërarchie is. Dat is denk ik ook het zelfbeeld dat veel Nederlanders van zichzelf hebben. Van wij zijn allemaal gelijk, wij staan allemaal op hetzelfde niveau. Maar eigenlijk is het super moeilijk. Want er is wel degelijk hiërarchie, alleen die is dus heel erg bedekt. Die moet je eigenlijk kunnen ontdekken. Zij moet dat eigenlijk nog ontdekken, dat er wel degelijk hiërarchie is, dat er wel degelijk regels zijn, dat je je wel degelijk beleefd moet opstellen tegen sommigen, dat je naar sommige mensen meer moet luisteren dan naar anderen. Volgens mij hebben wij dat juist super moeilijk gemaakt. Direct na mijn afstuderen heb ik een jaar gewerkt in een Duits onderzoeksinstituut. En daar was een directeur, Freiherr von Arentin, dus hij was ook nog hartstikke deftig. En tot onze, wij vonden het eerlijk gezegd vrij komisch, dat er was elke ochtend was er een zogenaamde café-ronde. De directeur kwam daar ook en de directeur ging dan zitten met veel aplomp en dan werd er een kopje koffie voor hem neergezet. Er werd koffie ingeschonken door assistent 1, dan kwam er eens assistent 2, 2 klontjes erin, assistent 3, roerde en eind tenslotte was het allemaal klaar en dan nam Arentin, wij zaten allemaal te zwijgen, eerbiedig te zwijgen, dan nam Arentin het woord. Nou, dat is Duitsland ten voeten uit, een hele hiërarchische samenleving in allerlei opzichten. En in Nederland zou dat heel anders gaan. In Nederland is het heel wel mogelijk dat de baas van het spul zegt, laat mij maar even de koffie halen. Om even te laten zien dat hij gewoon gezellig meedoet, niks meer is dan de andere, terwijl hij eigenlijk de baas is. Ik moet denken aan een week of 2 weken geleden dat ik een redactievergadering had. Many of the European countries that we cover on the channel or have covered in the past. I feel like the Netherlands is one of those places where they just don't care. Everybody is the same. Everybody is treated equal. You go about your business, they go about theirs. And that's what's appealing to me about the Dutch. Yeah. You know? Yeah. But I don't know. Sometimes I feel like it's a little too good to be true. Netherlands has taught me how open-minded they are and free-spirited they are. Mm-hmm. They're really, like, loving on each other and the people, you know what I'm saying? But you gotta speak Dutch. You gotta, like, speak it for them. Because most of the times, that's the only thing that I've learned from you guys. Y'all don't like to really do English too much if y'all don't have to. But other than that, when it just comes to just community and people just walking past each other, it's like mad, mellow and chill, you know? That's what we've learned so far. Yeah. Vergadering had met mijn team en toen kwam de CEO binnen. En de CEO die kwam binnen en die vroeg aan onze club of iemand nog een tosti of zo wilde hebben, want hij ging een tosti maken. En toen zei de productieassistenten, dus als je een ladder hebt, zo qua hiërarchie,
dan zou die, dat zeg maar, die zou helemaal onderaan zijn. Die zei, ja, ik wil wel een tosti met kaas en tomaat, zei hij. En toen zei de CEO, oké, dat ga ik voor jou maken. En ik was daar zo verbaasd over. Ik dacht, dit zou je dus nooit meemaken in Turkije, in Amerika, in Rusland, in China, weet ik veel wat. Dat zou echt, dat kan gewoon niet. Dus het is in Nederland wel een stuk lastiger vaak om erachter te komen wie eigenlijk precies de baas is in een sociale situatie. Er is natuurlijk wel zo, er wordt gemakkelijk gezegd, nou zeg maar Jan tegen de baas, weet je wel. Je hoeft geen meneer te zijn en zeg maar Jan. Dat doen we allemaal. Maar als er op aankomt, zal Jan wel op tafel slaan en zeggen van jij dit, jij dat, jij buiten, jij mag blijven, maar enzovoort. Dus die hiërarchie is er wel. Nou, dat is in mijn ogen absoluut. I mean, for the most part, with jobs that I've worked on, like managers, supervisors, even the bosses who comes in with like other bosses from other stores and locations, they tend to have like a friendly approach, but not so much where they want to sit there and say, hey, you know what, I'm gonna have one of the longest conversations mm-hmm. with you. I got a job to do. Like, if anything, they're gonna make sure that you recognize that they have a job to do. But they're gonna stay nice, they're gonna be open to you. But I think that's just kind of expected because they wanted you to realize that if you get to this position, you too gonna have a job to do. You mm-hmm. know what I'm saying? So it's like just mm-hmm. positions over here in some locations. Yeah, I feel like here, the jobs that I have worked, like, the supervisors didn't really, it depends on the job, because at one point I was a supervisor as well. So, they don't want to work with the workers. No, they don't. The supervisors with that, the supervisors. That is true. That is true. The workers with the workers. But I've been on jobs where I've seen, we would go on break, mm-hmm. and then a supervisor would come and do the jobs while no one is on the floor. Right, like, right, they right. would just kind of do a cleanup on some stations or whatnot, depending mm-hmm. on what type of job it is. But don't let them be salary, baby. You will have, you have like some good days where they would just be on the floor with you and they'd be mm-hmm. killing it, but they have other things I guess they do too, like yeah. on a computer all day. It depends on the job. They get very much you can't sit with us vibes, okay? Ga maar ergens werken bij in een bedrijf en er is gewoon een baas. En die baas kan zeggen, nou, ja, je hebt al heel lang een leuke taalrubriek in de kamer, maar die gaan we stoppen. Bij wijze van spreken, noem eens wat. Maar de Nederlander kan dat redelijk goed wegsteken. Vaak ook zie je de baas die dan in driedelig pak en met de chauffeur in zijn bedrijf komt. Maar die op vrijdagavond, als er een glas wijn en een paar bitterballen op tafel komt, ook al meteen na twee glazen wijn zijn jas, zijn das rond zijn hoofd knoopt en meedoet aan de polonaise. Like party. In het bedrijfsleven leidt dat ook soms tot merkwaardige botsingen internationaal. Dat heb ik een keer meegemaakt bij een voorbespreking met de raad van bestuur. Dat was in België, in Gent speelde zich dit af. En daar zat de president, de commissaris, die zat op zijn plek. De Nederlanders druppelden zo binnen en die kwamen zo binnenlopen inderdaad van hey, hallo, hallo. En die liepen meteen naar die president, commissaris toe en die klopte hem zo op zijn schouders. En die zei een ding van, zit je hier al lang? Het is werkelijk voor een hiërarchie bewuste samenleving. Want ik bedoel, het vreemde zijn wij in dit opzicht hoor, niet die Vlamingen. Die had... En die man die schokken helemaal en dat ging. En ze begonnen commentaar te geven, dat was toen ook, die Nederlanders. Ze hadden porselein en kopjes allemaal. Ze zeiden, drinken jullie hier altijd koffie uit? Dat is toch veel te duur, dat moet je doen als je... Nou, dat kan helemaal. We kunnen wel bekertjes. En, nou ja, en die president die verstijfde helemaal bij dit soort dingen. Veel gaat bij ons op een informele manier. Maar dat wil niet zeggen dat de hiërarchische structuren ook informeel zijn. En wij hebben natuurlijk ook een je- en jij-cultuur. En dat zie je daar ook weer heel erg in terug. Dat zie je soms dus ook wel in de taal. Als je kijkt naar de Duitse taal, waar die aanspreekvorm zie heel erg gebruikelijk is. Ik denk wel dat in de Nederlandse taal voel je aan een gebrek aan vocabulaire, dat er ook een gebrek aan bepaalde hiërarchie is. Dat je ook merkt in de Vietnamese taal, nou daar heb je echt zo'n enorme lijst en daar raakte ik als kind heel gestrest van. Want dan heb je zeg maar bijvoorbeeld dat je moet zien dat als die man ouder is dan jouw vader, dan heeft het een andere term dan die man die jonger is dan jouw vader, maar boven jou staat. Maar iemand die boven jou staat,
maar wel jonger is dan je vader. Nou, dat is super ingewikkeld. En als je daar een fout in maakt, is het ook gewoon heel heftig. Nou, een van de grappige dingen als je ons vergelijkt met Engels, dus natuurlijk wel dat wij. Maar what about that 10-step rule that you guys have? One not better than the other rule thingy. Mm-hmm. I forgot what it's called. Okay. But put that in the comment section. But how does that work? Like, do bosses, CEOs use that same, I guess you could call it ideology towards workers when it comes to being better than? Mm. You know what I'm saying? Because is this the culture with the coffee breaker? Is that Sweden? The coffee break. Yeah, like, they only work 4 hours a day. Not 4 hours a day, 4 days a week or something like that. Like, they work shorter hours and they have to get a coffee break. I don't remember, but if you're talking about what I think you're talking about, they actually get to enjoy coffee. They don't got to stress about. Yeah. Like, they just actually work shorter hours. I possibly put that in the comment section. Do y'all work Monday through Friday, Liz? What? Do they work Monday through Friday? I'm saying, like, that's a good question. Because we're so used to that work schedule here, like, that ingrained in us. It's worse than Monday through Friday. It's Monday to Monday with overtime on top of that. Right. And then you might get a vacation. That's about it. Yeah, you might get PTO. You gotta work on holidays. Jij van elkaar onderscheiden. En die Engelsen die zo verschrikkelijk klassegevoelig zijn, dat nou juist niet doen. Maar daar staat dan wel tegenover dat het u en jij, dat is zeker de laatste decennia, het wordt eigenlijk steeds ongemakkelijker. Het wordt steeds onduidelijker tegen wie je nou eigenlijk u moet zeggen of tegen wie je jij moet zeggen. Dat geldt voor mensen die Nederlands moeten leren. Maar dat geldt ook voor Nederlanders zelf. Dus ook voor mij, als ik in een gemiddeld café of restaurant kom, weet ik vaak niet wat ik tegen het personeel moet zeggen. Ja, als het een heel hip café is, zeg je jij. Als het een heel... Okay, so, for us, and especially because y'all know, we from the South. We say, yes sir, no sir, yes ma'am, no ma'am. Onk. Sometimes onk. Auntie. Sis. Auntie. Mm. But, like, if we're walking into a restaurant or something and we're trying to get the wait staff attention, we'll say, excuse me. Excuse me. Miss, sir. Sir. They, like, really just can't hear. We'll scream, hello. Yeah. But what I'm saying is, like, how they address people. How do they address people? Because they said earlier they don't say, sir, ma'am, all that. Do y'all snap at people? To get somebody's attention. Oh, don't do that to me. Do I look like a puppy? But yeah, that's how we do it, though. We definitely hit, like, we got a whole couple phrases that we use just to get, you know, depending on who it is, attention, you know. Right. And it works well. It don't cause no workers or nothing. Right. Deftig restaurant is, zeg je u, maar alles daartussen is eigenlijk een beetje onduidelijk. Hierarchie moet je niet aangereikt krijgen. Hierarchie voel je. En soms heb je ook wel het gevoel, hier heb ik te maken met iemand, bijvoorbeeld met een vrouw op leeftijd. Elderly. Ja, daar wil ik gewoon u tegen zeggen. En het moet niet zo zijn dat de taal voor jou bepaalt hoe die hiërarchie in elkaar zit. Het heeft ook tot gevolg dat je als docent op een universiteit soms wel heel informeel wordt aangesproken door je studenten. Zo van, hey Lotte, hoe is het? Echt op een manier dat je denkt, daar mag wel een stukje formaliteit bij komen. Door het docentschap aan de universiteit ben ik terughoudend geworden. Wat de studenten nogal eens vervelend vonden. Dus ja, zeg maar je. He? Wij willen wel u tegen u zeggen, maar zeg u maar je tegen ons. Maar dat deed ik dan toch niet, want ik wilde die ruimte bewaren om de verschrikkelijke mededeling te doen dat ze een waardeloos scriptietje hadden geschreven. Ja, en daarnaast, ik merk nog steeds als ik op middelbare scholen kom, dat de meeste leerlingen u tegen mij zeggen, maar ook tegen hun eigen docent, je en jij. Like dus het heeft veel meer met ken ik je, dan met hoe oud ben je of wat is jouw positie ten opzichte van mijn positie. In sommige culturen kun je gewoon in een boek opzoeken. So what she's saying, that age kind of... Well, he did. The last gentleman was speaking about how age is something that will help with the hierarchy because of the level of respect. It's an elder. I understand that. But she was saying people approach her with the question at hand. It's like, how old they're are students. You? You know what I'm saying? Yeah, they're students. Okay. I don't know. I think
because of where I was raised in the South, we're just very big on manners. If you want to look at the history, look at the history. But we are big on manners in the South. And even if it was a teacher that I was very cool with in college, I still addressed them with respect. Yeah. I didn't allow myself to get so comfortable that I lost my manners. Yeah. You know, so. And I think it also goes with hospitality as well. Yeah. Like, we have a big hospitality culture, so we will know how to treat the levels down when it comes to certain situations. Like, we know how to get the kids together to feed them or get them to have an understanding about how to play in a certain environment. And then when it comes to the elders, we'll know, like, what they need off the bat. You know what I'm saying? Mm-hmm. So, yeah, it's like that as well. Van hoe moet je iemand aanspreken? Er zijn er hele harde regels voor. En wij houden dus niet van die regels. We houden niet zo van die precieze regels. Dat geldt misschien zelfs eigenlijk wel voor de taal als geheel. Dus hier is de taal. Zoek het maar uit. Hier zijn onze beleefdheidsvormen. Zoek het zelf maar uit. We gaan het je niet uitleggen van nee, wij doen daar natuurlijk niet aan. Maar ondertussen, als je je niet houdt aan die ongeschreven regels, dan doe je toch niet echt mee. Dat is overigens een recente ontwikkeling. Want nog geen 20 jaar geleden spraken we iedereen wel consequent met u aan. Een beetje brutale millennials. Die noemen je gewoon Maarten, die vragen het ook niet. En die zeggen sowieso altijd tegen iedereen, je en jij. Als je terugkijkt in de geschiedenis, waren er natuurlijk enorme rangen en standen. Was het volkomen ondenkbaar dat je zo met je baas zou praten. Dus het is een emancipatieproces. We waren in allerlei opzichten heel conventioneel en hiërarchisch geordend. Ik had een hele hiërarchische samenleving. Hè, was het ook weer de dominee, de dokter en de notaris. Die deelden de lakens uit. En nu weten we dus dat de meeste notarissen oplichters zijn. De doktoren vinden we nog steeds wel deftig. We moeten ook niet al te grote mond hebben. We zijn gedehierarchiseerd in Nederland. In allerlei opzichten. Er is wel hiërarchie, maar daar hebben we het over gehad. Die is complex. It's complicated. Okay. Well. I think at the end of the day, y'all, as people, we just got to continue to like love on each other. Mm-hmm. And I say that with a grain of salt, because you can't just be open and friendly to everybody. Sometimes you get yourself hurt. But we just got to be respectable and loving on each other. That way that type of environment can continue to, you know, grow around each other. Because sometimes people just walking past each other. Sometimes people don't even want to talk to you. Right. For instance, the good old classic, holding the door open for a woman. Mm. And she don't acknowledge the person that's holding the door at all. You know what I'm saying? Slam it, huh? I'm saying, like, things like that, the very small things still need to be recognized and not overlooked. Yeah, you know? I'm still not letting nobody kid call me Sierra. Off the bat. You. Mm-hmm. 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 Right. Mm-hmm. Yeah. All right, y'all. We hope you guys enjoyed this video with us. Be sure to subscribe. We'll see you soon. Peace.